Hallo allemaal en welkom terug bij Harry Potter. Dit is Harry Potter en Deathly Hallows deel 1, Relieken van de Dood. Dus, ik hoop dat de audio goed staat, ik hoop dat de video goed staat, want ik kan nog steeds niet in Windows Mode spelen, op geen enkele manier. Want blijkbaar denken die van de makers van de Harry Potter spelen, weet je wat, fuck dat. Je gaat gewoon alleen in fullscreen mode spelen met zo min mogelijk opties dat je kan veranderen. En hoppakee, we gaan ervoor, nieuw game, hoppakee, ik heb dit... Lekker op easy. Ik heb dit één keer een klein stukje van gespeeld. In mijn oude kanaal nog. En ik heb dus helemaal geen idee wat ik allemaal aan het doen ben. Ik heb letterlijk geen flauw idee wat er gaat gebeuren. Dus dit is een keer iets nieuws voor mij. Dit is deel 7.1, zo te zeggen. Deel 7, deel 1. En ik... Wat ik ervan weet is dat dit spel meer een first-person shooter is dan een Harry Potter spel. Natuurlijk heeft Harry Potter elementen, dus slangen, heksen, tovenaars, dood, verderf. Maar aan de andere kant, hoe het speelt, zou ik zo maar zeggen. Het is op zich jammer. Aan de ene kant is het wel leuk, de graphics zijn wel beter, bla 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 bla. Maar als het nou, zoals de rest van de eerste drie spellen zo tot het einde hadden laten wezen, weet ik zeker dat de serie een stuk populairder zou zijn geweest op de computer of op de consoles. En we zijn met dus Voldemort is weer terug. Harry is weer hier. En niet hier, want als hij Harry hier zou zijn, dan zou hij waarschijnlijk dood zijn, want de Voldemort is naast hem en Voldemort mag hem niet helemaal. Ik ben er lekker doorheen aan het praten, omdat je lekker de tekst onder kan lezen. En als je niet zo goed Engels kan, raad ik je aan om Google Translate te gebruiken, want dat is altijd zo heel accuraat. Dus ja, haha. Het is wel een knappe gozer, toch? Wat een kadavra. Wat een kadavra. Everybody ready? Dus, we zijn Harry. We moeten weggaan bij ons eigen huis. En we zijn lekker aan het vliegen. Want dat is totaal duidelijk op dit moment. Want dat is heel goed uitgelegd. Maar goed, ze gaan er natuurlijk ook vanuit dat je de films al hebt gezien. En dat je het boek hebt gelezen. Wow, er zijn gewoon meerdere Harry Potters. Dus ik ben Harry Potter, dat is Hagrid. En ik moet lekker schieten op vijanden. Door Hagrid heen natuurlijk. Ik vind, zoals ik al zei, het is meer een shooter dan iets anders. Ik bedoel, hoe snel je dit nu spreuk aan het afvuren bent. Iets zegt mij dat... er zit zelfs nog één bot in, ook goed. Iets zegt mij dat hij nooit zo snel dingen zou kunnen afvuren, maar goed. Geen probleem. Ga dood. Ja, het wordt me wel makkelijk. Het is ook natuurlijk ook makkelijk, maar dan ook. Bedoel maar. Kijk, ze vallen. Dus we zijn richting Londen aan het gaan. Ga dood, man. Oké. Dus ik denk dat het wel iets leukere gameplay, of iets interessantere gameplay gaat zijn dan deel 6 of deel 5. Of deel 4 zelfs. Wat het niet al te moeilijk is trouwens. En hey, ja, ik ben benieuwd hoe het gaat zijn. Ik heb geen flauw idee. Zolang je snel kan klikken, kun je snel schieten. Dat is wel altijd fijn in spel. Zoals je ziet. Dus. Kijk uit, Hagrid. Oh, dikke wheelie. Pop die wheelie, Hagrid. Oh, pop die shit. Ga dood, auto. Het is wel leuk dat die auto's ook helemaal niks boeien ofzo. Dat weer rijden, vliegen zelfs. Vliegrijden, dat zij daar vliegen. Dat niemand het raar vindt. Vind ik wel raar dat niemand het raar vindt. Dat is een mooi ritje hier. Hey! Waarom zitten ze ook nog stupefied bij af te gooien? Wat is dat voor onzin? Waarom gooi je niet gewoon afhaalijke daarvoor over mee? En dan ben je meteen dood. Kom op, dat is veel makkelijker. Rare appels dat ze zijn. Oh, Hagrid, die gaat van de. Oh! You won't get us! Wow, waarom zeg je dat tegen Hagrid? Hagrid, nee, je kan ons niet meenemen, Hagrid. Wow, Hagrid, reis rustig, Hagrid, kan niet nemen. Rustig, Hagrid. Gelukkig heb ik een eenbot erin zitten. Gelukkig heb ik een eenbot geïnstalleerd. Dat maakt het makkelijker. Dus ik heb net een livestream gedaan. Van The Binding of Isaac. Ik was heel leuk om te doen. En ik denk dat ik vaker livestreams ga doen. Ik weet niet wanneer deze trouwens online komt. Ik denk dat deze maandagochtend online komt. Misschien dus. Volgens mij maandagochtend online komt. Ja, ik heb er zin in. Het is wel redelijk vroeg, dus Nou ja, redelijk vroeg is 4 uur volgens mij, maar goed.
Dat is toch vroeg op een zaterdag. Is het zaterdag? Dat is ook vroeg op een zaterdag. Of zondag. Volgens mij is zaterdag. Ga weg. Nee. Haha, eindelijk. Zo, heel veel verhalen zie je wel in. Het speelt te merken. Alles wordt goed uitgelegd waar we nu aan het wegvliegen zijn. Het is heel goed uitgelegd, moet ik toegeven. Waarom rijdt iedereen aan de verkeerde kant van de weg? Oh. Oh nee, Hagrid. Hij is dood. Rij, Harry. Rijden. Yes. Hagrid. Dude. Waarom ben je nou opeens weer goed? Dacht dat je... Wat? Oké, dit is een beetje vreemd. Net was Hagrid nog helemaal dood. En nu leeft hij weer. Maar dat is mooi. Hagrid leeft tenminste weer. Dat is het mooie. Dat is het fijne eraan. Hop, hop. Nee, ja, je zit nu boven. Dat kan ik niet raken, jongen. Blijkbaar is ik één boot op jou gebruikt. Dat is goed. Gelukkig zegt hij ook veel verschillende dingen. Hij zegt maar één ding. Maar ja, het geen probleem. Harry, geen probleem. Niet alsof je heel veel geld hiermee hebt verdiend. Woosh. 360, motherfucker. Ik moet richten, lijkt me wel handig. La, 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 la. Ik hoop echt dat de audio goed is trouwens, want dat zou fijn zijn. Ik test mijn audio nooit. Alhoewel ik het wel één keer heb gedaan, maar toen kwam het nog steeds verkeerd uit. Dus ik hoop echt dat het goed is. Als het niet goed is, nou, dan moet ik het opnieuw doen. Maar dat ga ik niet doen, dus dan ga ik gewoon bij de volgende aflevering verder. Of die daarna. Ik weet niet of ik nu achter ga opnemen. Denk dat ik nu gewoon deze ga opnemen. En dan... Dat ik morgen of overmorgen weer meer ga opnemen. En hoppakee! Wow! Voldemort! Hij die niet genoeg mocht worden, is in een... vliegbui. Hey Voldy. Dat is mooi, ik dacht dat... Wow, hey Voldemort, hoe gaat hij dan? Dood Voldemort, ga dood! Waarom ga je weer zo langzaam, Voldy? Hey Voldy, waarom ga je zo langzaam, Voldy? Voldy, hey! Volgens mij hebben we ook geen leven, dus kunnen we gewoon constant geraakt worden. Boeit ik helemaal geen kloot. Maar niet uit. Geen probleem. Dat is een leuke aan FPS's, hè. Wow, Voldemort, ga niet... Rustig, man. Rustig. Kan je niet raken, zo. Gelukkig heb ik geen inbod. Ik weet nog niet dat ik hem constant moet blijven raken of die andere vijanden er komen doodmaken. Maar goed, het zal wel. Voldy, stop ermee. Oké, nou, weet je wat, we gaan jou ook even doodmaken. Oké, paats, boom, 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 boom. Oké, nu moet ik nog jou eventjes doodmaken. Nee, kan je haken blijven? Ja, als jullie nou eens even stoppen, jonge mensen. Hoeveel vijanden zijn het van? Dit zijn echt een miljoen vijanden. Hoe kunnen ze mij nog niet geraakt hebben? Vind ik wel knap. Oh-oh, Voldemort, oh nee. Waarom schreeuw je nou Hagrid? What is, man? Ik moet wel toegeven, gelukkig is Hedwig niet dood gegaan. Gelukkig. Gelukkig leeft ze nog in het spel. Hoe weten ze dat nou? What? Hey Hermie, hoe gaat het ermee? Volgens mij is ze flink stoned, of niet? Tuurlijk joh, alles is goed. Waar ben ik? Waar is Hagrid? Hij die niet genoeg mag worden. Hagrid's fine. And the orders put protective charms on the burrow. We're safe. For now. Putting everyone in danger. Careful. You can't rush after what you've been through. No, it can't bother. Can't go anywhere till after the wedding. Nee? What wedding? Bill and Flo. Oh, Ron en Emmeline. Oh, wat schattig. Eindelijk trouwen. Conscious. You'd better get ready, mate. I can't expect him to go to the wedding like this. Just take your time, Harry. Make sure you're all right. Okay. If I can't go to a wedding, how am I supposed to find the other Horcruxes? Dumbledore's gone. We have to finish what he started. We have to destroy Voldemort. Dat klopt. I've been wondering. Voldemort, you know who, hid his soul in Horcruxes, right? Yeah. Mm-hmm. To have been destroyed, right? Do you think he knows that part of him is dead? I don't care. Oh, Harry, jij. Poeh. Boeit Harry helemaal niks. Nou, dat mag op zich wel, hoor. Look bij Moving Mouse. Oké.
Hey, Marlene, what's up? Blimey! Blimey! Who is that? Luna's father, Xenophilius. We should say hello. Nah, ze willen het even niet doen. Harry all through the summer when the prophet's been ignoring the truth. Oké, nu is dan is goed hè. Besides, it might be the last chance we get to speak to Luna. It's strange, thinking everyone will be back at Hogwarts without us. Nou, iedereen denkt dat er ook vast wel een paar dood zullen gaan, hoor. Wow. Poch. Waar is dat dan? Waar ga je? Oké. Oké. Hé, Emmeline, hoe gaat het ermee? Je staat er een beetje raar bij, moet ik toegeven. Kijk hoe ze erbij staat, met die armen. Ongemakkelijk. Dus ik hoop dat jullie de eerste video leuk hebben gevonden. Ik weet niet hoe lang die is. Ik heb namelijk geen timer aangezet, helaas. Ik denk dat die kort was. Volgende aflevering gaat langer zijn als deze kort is. Als deze niet kort is, zal de volgende aflevering ook niet kort zijn. En dan wens ik jullie een hele fijne dag. Hoop ik dat jullie deze serie leuk gaan vinden. Dus dat is het ene laatste deel. Misschien ga ik daarna nog andere Harry Potter spellen spelen. Op andere consoles ofzo. En zo niet. Nou dan wens ik jullie in ieder geval nog een hele fijne dag toe.